Het burgercollectief heeft vandaag samen met de groepen We Zijn Moe, Cities Renang en The Next Generation een vreedzaam protest gevoerd voor het Hof van Justitie. De protesterenden zijn van mening dat de rechtsstaat in gevaar is vanwege de recente uitspraken van NDP-voorzitter Desi Bouterse tegen de rechterlijke macht. Tijdens een feestvergadering van de Paarse Partij zei Bouterse namelijk dat het Openbaar Ministerie voorzichtig moet zijn. Daarnaast is het opzeggen van het vertrouwen in procureur-generaal Roy Bajnath Pandey ook onbegrijpelijk voor de protesteerders. Volgens Curtis Hofwijks, trekker van We Zijn Moe, is dit protest een krachtig signaal naar de regering en de president. Het is belangrijk dat de president eigenlijk niet heroverweegt. Maar dit wat is gebeurd, voor ons moet hij naar huis. Dat is voor de protestbeweging. Maar dit geeft nog meer te denken over wat willen we als land. Hoe willen we verder met een president die niet eens respect kan opbrengen voor de onafhankelijke rechterlijke macht, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Weet hij wel, waarom doet hij bepaalde uitspraken terwijl hij beter zou moeten weten? En denk je dat dit signaal dat gestuurd wordt positieve vruchten zal afwerpen? Dat is wat je hoopt elke keer wanneer je iets onderneemt. Je doet niet iets om negatieve of nadelen eraan over te houden. Dus alles wat je doet is om een beetje een positief resultaat in zich. Dus we hopen het. Hoewel de opkomst tegenviel, benadrukt Hofwijks dat de boodschap wel duidelijk is. Enkele protesterenden geven een reactie. Je kan onmogelijk iemand buitenspel zetten die de rechtsstaat moet verdedigen. Dan is de basis weg. Ja, dat is het Wild West. Dus dat kan gewoon niet. Dus je moet dat ondersteunen. Iedereen moet dat ondersteunen. Ik denk dat de jongeren er nog niet heel erg bewust van zijn. We hebben heel veel jongeren in het land. En de tijd speelt waarschijnlijk ook een rol. Heel veel mensen zijn aan het werk, heel veel mensen zijn op school. Als je de keuze moet maken om te werken voor je geld en je gezin te verzorgen of dat missen, denk ik dat je wel gaat zorgen voor je gezin. Dus ik sta dan ook hier voor die mensen die niet kunnen, maar wel willen. En voor de mensen die wel kunnen en dat niet doen, zeg ik, maak je ogen open en kom hier. De regering kan een aanhouder zijn, wij zijn ook aanhoudelijk als het om ons recht gaat. En wat er nu de laatste tijd weer erbij is gebeurd, aan ook kan. En daarom staan we hier weer, gewoon om dit. Staan we hier weer. En we blijven net zo vaak komen totdat we worden begrepen. Reacties van enkele deelnemers aan het vreedzaam protest van het Hof van Justitie, of voor het Hof van Justitie. Deze eendaagse actie was bedoeld om een krachtige boodschap naar de regering te sturen.